Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Een band met bewolking ligt nog steeds over het noorden van het land. En met name op de wallen valt ook nog soms wat regen of motregen. In het midden en zuiden is het droog geworden, maar ook nevelig of mistig. De nevelen mist gaan geleidelijk aan verdwijnen en de rest van de dag hebben we in deze delen van het land te maken met wolkenvelden maar ook af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en valt in eerste instantie met name op de Wadden wat regen, maar later vandaag maar vooral vanavond en komende nacht breidt de regen zich geleidelijk weer zuidwaarts uit. Het wordt vanmiddag zo'n 11 of 12 graden en er staat weinig wind. Vanavond draait de wind naar zuidoosten en wordt zwak of matig. Morgen overdag wordt de wind matig en zee vrij krachtig, 3 tot 5. Verder is het op de meeste plaatsen wel bewolkt, misschien dat er heel eventjes de zon doorbreekt. Verder gaat het opnieuw regenen, en in eerste instantie in het zuiden en westen van het land, maar later ook elders: het wordt een graad of 12. Ook maandag blijft het regenachtig met veel bewolking, misschien later op de dag een beetje zon. En de middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Dinsdag en woensdag is het vaker droog en zien we ook de zon wat vaker. De middagtemperatuur blijft aan de lage kant. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.